Pannenkoek GWW en Van der Ven realiseerden samen de centralisatie van de afvalwaterzuivering in het land van Heusden en Altena. Van der Ven heeft 4 nieuwe rioolgemalen gebouwd. Om het afvalwater te transporteren naar de centrale rioolwaterzuivering is er in totaal 14 kilometer nieuwe persleiding in zowel open ontgraving als door middel van horizontaal gestuurde boringen aangelegd. Het afvalwater uit dit gebied wordt daarmee doorgepompt naar de vernieuwde centrale rioolwaterzuivering in Sleeuwijk. We staan hier op de door Pannenkoek GWW geheel gerenoveerde zuivering in Sleeuwijk. Door de centrale rol die deze zuivering in Sleeuwijk heeft gekregen, hebben we de capaciteit nagenoeg verdubbeld naar 3600 kub per uur. Door slimme faceringen en de inzet van tijdelijke voorzieningen hebben we tijdens de realisatie de bestaande zuivering zijn functie en daarmee de kwaliteit van het gezuiverde water volledig laten behouden. Door nauwe samenwerking in het integrale ontwerp en in de realisatie van het project met onze opdrachtgever en medepartners hebben wij dit werk samen binnen de beschikbare korte tijd afgerond en opgeleverd. Een knappe prestatie met een heel vrij eindresultaat waar we bij Pannenkoek GWW echt trots op zijn. Hier in Wijk en Aalburg hebben we het amoveren van de rioolwaterzuivering gecombineerd met het realiseren van een waterberging. Aansluitend is er direct een zonnepark bovengebouwd. Het oude gemaal in Meeuwen en de oude rioolwaterzuiveringen in Eten en Dussen hebben we na de succesvolle ingebruikname van de nieuwe rioolgemalen geamoveerd. Door de realisatie van dit project voor Waterschap Rivierenland, waarbij kennis en innovatieve technieken optimaal door alle betrokken partijen zijn benut, is de afvalwaterzuivering voor het hele land van Heusden en Altena gecentraliseerd en klaar voor de toekomst.